Justitie wil miljoenen van koffieshop uitbaters. En gedumpte katjes gevonden in dichtgetapte doos. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. Justitie wil miljoenen hebben van de familie die de Utrechtse koffieshop Shabab aan de Vleutenseweg in Utrecht beheert. Volgens het OM zijn er megawinsten geboekt met illegale drugshandel. Eigenaar Mimoun T. zit momenteel een straf uit van 2,5 jaar wegens drugshandel. Vandaag dient een rechtszaak over het terugvorderen van het criminele geld. Alleen al van de eigenaar Mimoun T. wil justitie 11 miljoen euro terug hebben. En ook van 5 andere familieleden van T. wordt geld teruggevorderd. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn 11 gedumpte katten gevonden. In een dichtgetapte bananendoos zaten 2 moederpoezen en 9 kittens. Een wandelaar vond ze op een bankje langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Die belde vervolgens de dierenambulance. Ze waren een beetje oververhit, vooral de kleintjes. Dus ja, we hebben ze zo snel mogelijk uit de doos gehaald. En ja, frisse lucht, zorgen dat ze frisse lucht kregen. En dat hielp gelukkig vrij snel. De katten zijn de nacht goed doorgekomen. Ze eten goed, slapen goed en zijn rustig. Vanmiddag verhuizen ze naar een ander onderkomen. We gaan ze zo meteen doorbrengen naar het asiel. En daar worden ze verder verzorgd en van daaruit worden ze dan herplaatst. Intussen regent het reacties op de Facebookpagina van de dierenambulance. Mensen zijn verontwaardigd of zijn zelfs geïnteresseerd in een kat. Ja, er zijn gelukkig ook heel veel mensen die zich willen opgeven als nieuw baasje voor de dieren. En wat moeten ze dan doen? Het beste wat ze dan kunnen doen is even contact opnemen met het asiel hier in Utrecht. Want daar gaan we de beesten straks heen brengen. Dan worden ze verder verzorgd en vandaar worden ze dan weer herplaatst hopelijk. Ja, in het asiel worden de katten gechipt en door een dierenarts onderzocht. In de regenachtige ochtendspits zijn veel ongelukken gebeurd. Zoals hier op de ring van Utrecht. Een auto slipte op knooppunt Lunette en kwam in de sloot. De auto van een voorbijganger die wilde helpen reed zich vast in de zachte berm. Er waren ook ongelukken op de A28 tussen Soesterberg en Den Dolder en de A2 tussen Breukelen en Vinkeveen. Een 73-jarige inwoner van Montfoort staat morgen voor de rechter. Hij wordt verdacht van het betasten en lastigvallen van minderjarige meisjes. De man heeft een paardenboerderij waar jonge meisjes mogen rijden. En daar hebben het betasten en lastigvallen van die meiden plaatsgevonden. Motorrijders mogen op de Lekdijk blijven rijden. Mensen die daar wonen klagen over het lawaai van de vele motoren die er vaak op mooie dagen rijden. Ook gebeuren er vaak ongelukken. Vanwege de klachten is er een onderzoek gedaan. Ambtenaren van de gemeenten Lopik, Schoonhoven en Bergambacht zeggen dat een verbod juridisch niet kan. De eigenaar van het Mega Occasion Centrum in Utrecht gaat het failliete autobedrijf Koops niet overnemen. De risico's zijn te groot. De autobedrijf met vestiging in Amersfoort, Utrecht en Bunschoten is failliet. De curatoren kijken nu of bedrijfsonderdelen wel los te verkopen zijn. Bij Koops werken in totaal ongeveer 1000 mensen. Kunstenaar Roel van der Linden heeft een van de mooiste plekken in onze regio. In Meidrecht werd 4 jaar geleden het oude zwembad Blijdrecht gesloten om er huizen te bouwen. Maar het gebouw staat er nog steeds en de kunstenaar mag het huren om verder verval te voorkomen. Jarenlang was het lekker ontspannen in zwembad Blijdrecht. En veel inwoners baalden dat het bad dicht moest. Inmiddels is het water weggepompt en is de bodem het middelpunt van deze schilderijen van kunstenaar Roel van der Linden. Ik zit hier dagelijks te reflecteren. Roel woont inmiddels 4 jaar in het lege bad. Antikraak totdat het gebouw tegen de vlakte gaat. Geen bommetjes of duikplanken meer. De leukste plek is nu een stoel op 3 meter diepte. Af en toe moet je natuurlijk naar je werk kijken. Even een beetje de richting erin te houden waar je heen wil, wat je hebt gedaan. En dan zit mijn ideale plek om te reflecteren. Natuurlijk is het wonen in een zwembad niet te vergelijken met een gewoon huis. Het is soms best spannend. Dan heb je al de geluiden van de regenpijpen die dwars door het gebouw lopen. Ja, er zitten allerlei vogels op het dak die tikken. Het is oneindig, zeg maar. Het is een gebouw met heel veel geluiden, heel veel dingetjes. Maar je went eraan. Wennen moest Roel ook aan de slaapkamer. Het bed staat namelijk letterlijk in de douche. Mijn vriendin die lag eerst daar te slapen, die ligt tegenwoordig aan die kant. En in de slaap heeft ze de douche aangedrukt, waardoor je een letterlijke natte droom beleeft hier. Apart is het dus wel, wonen in een zwembad. Maar tegelijkertijd is het ook heel logisch.
Ja, de meeste mensen vinden het volgens mij in eerste instantie wel vreemd. Maar als ze hier zijn geweest, dan snappen ze wel helemaal waarom ik hier zit. Na 4 jaar heeft Roel besloten te verhuizen. Tot hij weg is, blijft hij lekker schilderen. Ja, dit zou uiteindelijk een beeldenis van mezelf moeten worden. Nou, ik herken hem hoor. Krijgt u nog het weer? Er is veel bewolking. Op veel plaatsen valt er af en toe lichte regen. Het wordt niet warmer dan zo'n 16 graden. Later vandaag wordt het droog en blijft het wel bewolkt. De temperatuur koelt dan af naar zo'n 7 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan en nog een fijne middag.